me, want het zinkt, het stinkt. Er zit ook een kluis. Lekker kluisje. Maar nu is het nog niet open, Smitty. Ja, maak jij het lekker open? Nee! Maak open, joh. Dus. Ja. Ik kom me aangereden, want ik ging kijken hoe het met jullie was. Ja. En het eerste wat hij zegt is, ik zit... vast. Ja, ik zit vast. Onder een brug, hè? Ja, we krijgen hem niet los. Wat je ook doet. Wat zit vast? Je magneet? Ja, die magneet. En mama heeft het ook geprobeerd? Hey mam! Nou, hey Rudy! Nee, ik niet. Je hebt het niet geprobeerd? Nee. Badje Goud! Ja, er is je weer. Badje Goud is er weer. Die hebben het ook geprobeerd. Die hebben het ook geprobeerd. En zelfs Glenn heeft het geprobeerd. Ja, ook niet. Als je toch even kijkt, abonneer even op al de RMD. Wat gaat hij doen? Wat ga je doen, Bart? Let nou maar op. Bart met zijn karretje. Dan, ga je erheen rijden? Teringlaaier, hè? Ja, ga even door, joh. 1, 2. Gaat niet. Nee. Ik vang geen reet met mijn magneet. Ik zit vast onder de brug. Bartje. Nieuwe locatie. Waar zit je op? Op de fiets. Oh, je hebt gelijk al een fiets. Ja. Kijk eens. Wat zit er omheen dan? Een tent? Ja. En een kinderfiets? Kinderfiets. Ja, gaat lekker hier ook. Kijk eens. Hey, die geven we aan Glenn. Voor zijn verjaardag. Voor zijn kleine. Wat is dat? Track and trace onder een auto. Cool. Doet hij het nog? Nou, dat denk ik niet, nee. Maar onder een auto? Ja, dat is... Dan mijn stoplicht op de auto, dan brrrr, is het klaar. Is dat niet van die nieuwe serie van Bokkeromafia? Oh, ze hebben hier ook ijzer. Nee, hoe heet die nieuwe serie van... StukTV. StukTV. StukTV die heeft nou een nieuwe serie. Ja, klopt. En die serie... Prankoorlog. Nee. Zie je? Ja, nou, mama weet het wel. Hey. Oh, dat is de magneet. Ja. Kijk, ja. Die zit hier aan vastgeplakt eigenlijk. Die duwen ze onder die auto's en dan weten ze precies waar die is. Dat is een GPS-tracker. Ja. Die kan je onder een auto plakken. Hey, dat is toch handig, jongen? Hey. En dat doet stukken van je ook. Hey, Glenn, je moet niet zo mopperen. Helemaal gek, joh. Focus voor geen meter. Maar het is wel een 9 mm. Keukenmes. Keukenmes? Ja. Weet je zeker dat het een keukenmes is? Ik denk het wel. Aardig mesje. Zo, gaaf man. Zo. Dat is zeker een aardig mesje. Gaat het hele besteklaar ga ik eruit halen. Gaan moet je. Alleen het besteklaar? Oh, je wil ook de vork erbij hebben? Ja, vork, alles. Heel rustig trekken, geen haast hebben, heel rustig. Lekker, iedere keer tikjes erop. Kijk, ze is de ramen doen. Weer één? Ja. Weer één. Hetzelfde merk? Sleutels. Dit is een filetmes. Om vis te fileren. Ja. Nee, gaat lekker, Bart. Is wel van hetzelfde merk volgens mij. Nee, ga maar even kijken. En even kijken. Ik ga lekker. Ja. Ja. Is exact hetzelfde merk. Volgens mij ligt gewoon het hele blok daar. Ja. Ga ik ook doen. Let op. Wat is de opmerking bij die mensen gegooid, hè? Ik zie het hem zo doen. Shot to the head, I need a blank space. Cause everything is a threat, but I never been.
goed zo, Bartje. Ik vind het eigenlijk wel mooi om een dagje cameraman te zijn. Vind je dat wel leuk? Ja, dus weer eens wat anders. Andere kant van het... van het schermpie. Ja, hè? Nou, dit is in een tuin van 5 meter al 3 fietsen. Wat een troep is het eraan? Nou. Nou, dat is geen telefoon. Hoppa! Ben je er klaar voor? Ja. Leeg. Ik gooi hem er één keer in. Je gooit hem er één keer in? En je hebt een kluis. Ja. Een beetje jammer is wel dat die kluis leeg is. Of zit er wat achter die deur? Er zou nog papier achter die deur kunnen zitten. Allemaal briefjes en 100. Ah, lekker man. Mama, oeh, ja je bent ontzettend lief. Je bent mijn hartedief, jij bent mijn fan. Oh, mijn fan. Ik denk dat het een urn is van een verloren opa, maar... Ik denk nee, voodoo. Het zou een urn kunnen zijn. Het kan een urn zijn, toch? Het zou... Maar dat zit toch niet in een vuilniszak? Nou ja, hij zit echt vanaf wild. Het kan ook voodoo zijn. Ik denk het dat kan het ook een is. Pot met geld zijn. Oeh, een potje met geld. Money, money, money. Oh, zou je dat wel doen? Maak hem nou maar open. Ja, okay, doe maar. Ja, maar. Het duurt lang, man. Jeetje, wat zijn ze... Ja, ja. Ja, ja. Een blik tonijn? Het is een blik kattenvoer. Money, money, nee, money. Nee, toch? Nee, het zal niet. Dus dit dan? Giet hem maar, giet hem maar leeg. Giet hem maar leeg. Ah, gadverdamme. Dat is voodoo. Dat is... Nee. Ja, wel. Dat zijn... Nee, waarom zit er dan... Dat is kook. Ah. Ja. Maak dat ja, open. Ja, het is drugs. Ja, lijkt wel drugs. Ga verkopen. Ja, we gaan hosselen, G. Hey, zit er pil of zo in? Ja, dat is meis, denk ik eerder. Nee, serieus. Zal ik hem openmaken? Ja, maak maar open. Zo, dan wordt een feestje vanavond, zie je niet mooi. Ja. Hey, waarom maakt iemand... Waarom doet iemand... Ik vind het eng, jongen. Nee, joh. Nee, joh, is niet eng. Oh, het ruikt naar kak. Wij zijn bij je. Kak. Wij zijn bij je. Ik wil een klein beetje verder, want het stinkt. Zo, het stinkt echt. Gelukkig kan ik zoomen, want het stinkt. Het stinkt echt. Hier zit ook een kluis. Een lekker kluisje. Zullen we het nog niet open, Smitty? Ja, maak jij het lekker open? Nee! Maak open, joh! Het stinkt echt heel erg. Nou ja. Bart! Ja. Jij hebt zenuwen van staal. Nee. Maak het even open. Nee. Oh ja, dat oh, er zit echt veel in, man. We gaan wel kijken wat erin zit. Kijk, Glenn met zijn operatiehandschoentjes. Wat zou het zijn? Wat zou het zijn, Glenn? Weet niet. Het voelt echt alsof er pillen in zitten. Glenn, nee, we zijn even nog bezig met dit. Ik krijg hem er niet aan. Eerst even kijken of Glenn die pillen kan openmaken. Tuurlijk kan ik dat. Ik heb nu al handschoenen bij me. Oh, ik vind het zelf gewoon eng, hè. Waarom loop je weg? Mooi liedje. Nou, als het sterretjes zijn, weten we genoeg. Er komt niks uit. Zo, het stinkt wel inderdaad. Kijk, trapine beklimt. Steentjes. En even een duimpje omhoog. En een likey. En een likey. En een wat abonneren. Abonneren. Ja, ja. En wat nog meer? Wat nog meer? Ja. Reactie achterlaten. Ja, heel goed. Ik vraag nou wel een hele moeilijke vraag, hè? Hey, even wat anders. Wanneer gaan jullie brood bakken? Niet. Ja, wel. Ja? Ik ga hem maken in de video. Ja. Oké. Okay. Peppy en Kokkie. Peppy. Donnerlat. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.